In mijn tutorialserie over het gratis bewerkingsprogramma HitFilm heb ik het al gehad over video's bewerken en effecten. Maar in deze video gaan we pas echt bijzondere special effects maken, zoals portalen, pistoolschoten en explosies. Ik ben Joffie van Tube Totaal met de beste tips voor jouw kanaal. Special effects zijn heel goed te gebruiken als je bijvoorbeeld films of sketches maakt. Maar het kost best wel tijd om ze heel mooi te maken, want je hebt een heleboel opties. En dat is in HitFilm niet anders. In deze video laat ik je twee soorten special effects zien. Het eerste special effect ziet er zo uit. En het tweede special effect ziet er zo uit. Kortom, het is best wel spectaculair wat we gaan doen, dus laten we snel beginnen. Oké, en welkom terug bij HitFilm. Zoals je ziet heb ik al een project geopend en ik heb alvast wat bestanden ingeladen. En dit zijn een paar fragmenten die ik net heb opgenomen. En daarmee gaan we special effects maken. Want ik heb hier bijvoorbeeld een fragment, die zal ik even op de tijdlijn zetten. Dat is gewoon een fragment waarin ik iets met de muur doe. Dus hoppa. Zoiets. En wat we nou gaan doen, is wij gaan er een portal bij maken. Dus een soort doorkijkje naar een andere wereld. Je zorgt dat de video aangeklikt is en dan klik je hier op de knop Make Composite Shot. Want Composite Shot, dat staat voor dat wij er iets speciaals mee gaan doen, de special effects dus. En die kunnen dus ook een naam geven, bijvoorbeeld Portal Opening. Prima. En dan komen we dus in de Composite Editor. En nou is het wel handig als we ook een andere layout voor het programma nemen, want dit is natuurlijk optimaal voor editing. Maar voor special effects is het wel handig als wij naar View gaan, hierboven. En dan naar Workspace. En dan zetten we hem op Compositing. Kijk, en dan ziet het er heel anders uit. Dan ben je dus dat videovenster aan de linkerkant weg. En hier zo aan de linkerkant heb je veel meer ruimte om straks te werken. Dus dit is een iets handigere layout. Nou, in plaats van dat je hier een echte tijdlijn viewer met clips die je achter elkaar zet, werkt een composite shot met layers, met lagen. En je kunt hier dus dingen aan toevoegen. En wat we hier aan toe gaan voegen, is een effect. En dat is een effect dat onder generate staat. Dat is namelijk een dimension rift. En nou kunnen we die eventueel op de clip zetten, hier zo. Maar dat is niet echt handig, want dan wordt het een effect op de clip zelf. En dan kun je er niet echt mee gaan verplaatsen en dat soort dingen. Dus dit gaan we even ongedaan maken met Ctrl-Z. En in plaats daarvan gaan we een nieuwe laag maken. En dat is een plane laag. En een plane laag, dat is gewoon een normale laag waar je dus dingen op kunt zetten. Dus we klikken op plane en we noemen dit een portal. Nou, nu gebeurt er dus nog niet zoveel, maar als we nou dat effect naar die plane laag slepen, dan zien we hier dus het portaal dat we gaan krijgen. En je ziet, het is meteen een leuk effect met een leuke achtergrond die meebeweegt. Dus het ziet er wel spacey uit. Hartstikke mooi. Het probleem is alleen dat we nu de achtergrond kwijt zijn. Nou, dat gaan we even fixen. En dat doen we hier zo aan de linkerkant, linksboven. We klikken bij Dimension Rift op het pijltje ervoor, zodat we nog meer opties hebben. En bij Wall Image, hier zo, kunnen we dus even een andere laag kiezen. En dat is in dit geval de laag met de muur en mijzelf. Nou, nu kunnen we dus gaan spelen met dat ding. Dat is wel leuk. Dus we klikken hier op Transform. Op het pijltje voor Transform. En dan kunnen we dus de Position wat anders zetten. En dan moeten we hem dus tegen de muur zetten. Dus zo. Nou, je ziet hij is iets te groot. Die gaan we natuurlijk wat kleiner maken. Zo. Nog iets naar boven. Hoppa. Het probleem is alleen dat de muur die is natuurlijk een beetje gedraaid. Maar het portaal is natuurlijk recht van voren. Dus we moeten dit portaal ook een beetje draaien. Zodat hij een beetje een 3D effect heeft. Nou, dat gaan we doen. Door dit knopje hier zo. Layer Dimensions aan te klikken. En dan kunnen we kiezen voor 3D Plane.
appa. Nou, dan gebeurt er niet zoveel spectaculairs. Alleen hier zo krijg je nu wat meer effecten die je kunt doen. Bijvoorbeeld, we kunnen bij Rotation I kunnen we de rotatie iets aanpassen. Dit is de ene kant, laten we de andere kant eens doen. En nu zie je dus dat het portaal ook een beetje schuin staat. En ook dat hij dus een beetje gelijk loopt met de muur. En dat is wel mooi. Nou, je kunt natuurlijk nog een aantal andere dingen aanpassen. Bijvoorbeeld, hier zo onder Dimension Rift kun je ook nog de shape kun je aanpassen. Dan kun je zeggen van, nou, we doen bijvoorbeeld qua rond, maak hem iets ronder. Bijvoorbeeld, dit is wel leuk. De rest staat allemaal wel goed. Je kunt de kleur nog aanpassen als je dat wil. Bijvoorbeeld, maak hem rood in plaats van blauw. Dat kan ook nog. Maar goed, ik laat hem voor nu even op blauw staan, want dat vind ik wel een mooie kleur. En nou heb je ook nog de optie Expansion. Daarmee kun je dus die portal open en dicht maken. Dus laten we dat eens een keertje in gaan bouwen. En dat doen we met behulp van keyframes. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad in de vorige video over effecten. En die gaan we hier ook weer toepassen. Dus wij zoeken het punt waarop we dat moeten beginnen. Laten we deze nemen, dat ik net met mijn hand ervoor kwam. En hier zo maken wij een keyframe. En dat doen we dus met dit knopje, toggle keyframes. Hoppa. En dan doen we het echt een fractie van de seconde, dus 10 frames of zo. En daar zetten we nog een keyframe neer. En dan gaan we dus naar het eerste keyframe en dan zetten we die helemaal op 0. En wat je nu hebt, is dat als ik met mijn hand er langs ga, dan opent die portal zich dus. Zo, boom. En nog een keer, boom. Prachtig. Kijk, dat is een prachtige animatie. Dat is een heel leuk effect. Verder moet er natuurlijk ook nog wel wat in die portal te zien zijn. Want het is een portal naar een andere wereld. Dus, dat doen we hier zo met de knop Connection. En als we die dan open gaan gooien, dan zie je dus dat die portal zich opent en dat de achtergrond te zien is. Nou, op dit moment is dat alleen nog die muur, maar dat gaan we zo meteen veranderen. Maar laten we eerst maar even dit effect doen. En dan is het dan mooi als dat vlak na het openingseffect komt. Dus we zetten hier een keyframe. En we zetten, even kijken, laten we hier 10 frames doen. Daar zetten we dus weer een keyframe. Dus dit is het beginpunt, dit is het eindpunt. En dan kunnen we dus bij het eindpunt deze helemaal opengooien. En dan maakt Hitfilm dus precies die animatie die ertussen ligt. Dus dat ziet er dus zo uit. Boom, boom. En dan denk ik dat het wel mooi is als we dit toch nog even iets verderop doen. Dat het ook nog wel iets van het blauwe te zien is. Zo, even kijken hoe dit eruit ziet. Boom, boom. Iets meer animatie. Zie je, je moet er een beetje mee spelen met die effecten. Het is niet echt dat je zegt van nou, één effect is goed voor alles. Je moet dat effect helemaal aanpassen naar jouw project, zoals jij het mooiste vindt. Even kijken hoe het er nu uitziet. Ja, dat vind ik beter. Oké, dus nu hebben we het dus op deze manier. Hup, boom. Daar gaat die portal. Maar we moeten natuurlijk ook nog een achtergrond bij doen. We moeten nog iets van de andere wereld laten zien. En dat gaan we nu doen. Dus we klikken de portal weer open. En wat wij gaan doen is, ik heb hier een andere clip gemaakt. En die clip gaan we dus hier zo erbij zetten. En nou zie je dat het een beetje over elkaar heen staat. Is niet erg, maar we moeten wel even het juiste punt zoeken om mee te beginnen. Even kijken hoor. Dus hier zo hebben we een punt waarop ik me omdraai. Dat is wel een grappig effect om te starten. En dat zetten we dan precies onder het punt waar de poort open gaat. Hier zo. Dus dan heb je dus, boom, en die poort gaat open. En ik kijk heel verbaasd, dat is wel een grappig effect zo. Nu moeten we dus ervoor zorgen dat het goed afgespeeld wordt. En dat doen we door deze laag nu te verbergen. Dat doen we met het oogje voor die laag, hier zo. En dan gaan we naar de portallaag, hier zo. En dan gaan we naar View. Dan klikken we dat driehoekje open. En onder Image kiezen wij de 00010. En dan wordt hij dus in die portal getoond. En dat is wel grappig. Dan kun je natuurlijk ook nog wat kleiner maken eventueel. Zodat je wat meer van de achtergrond laat zien. Je kan de positie nog wel aanpassen. Zo, iets meer naar links. Iets meer naar boven. Nou, niet te veel. Zo. Nou, dan heb je een hartstikke leuk effect. Een beetje spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? Dus je moet er even wat tijd in steken. Maar dan heb je ook wel heel toffe effecten.
in een gratis programma Hitfilm. We doen nog even een andere, want wat ook wel leuk is, is van die schieteffecten. Die gaan we nu even proberen. Dus we maken weer een nieuw project aan. En hier zo importeren we ook weer onze fragmenten. Zo. En in deze clip kom ik dus aanlopen en ik begin te schieten. Boom, boom, boom. En ook nog vanuit de andere hoek. Boom, boom, boom. En tot slot ook nog, boom, laat ik de klok ontploffen. Nou, die effecten gaan wij nu dus nadoen. Dus we selecteren weer de clip en wij klikken op Make Composite Shot. En dat doen we dus shooting. En zoals altijd gaan we weer naar View en de workspace zetten we op compositing. Dat we gewoon wat betere werkruimte hebben. Meer ruimte om ons ding te doen. Oké, we hebben dus de clip op de achtergrond en wij moeten dus het punt zoeken waarop ik echt begin met schieten. Dus dit punt. En dan moeten we daar een effect voor hebben. Nou, de gratis versie van Hitfilm heeft helaas niet echt specifieke pistooleffecten. Die kun je er wel bij kopen, maar dat kost dan 10 euro of 20 euro of zo. Maar we hebben wel een ander effect en die zit onder Quick 3D. En dat is het Sparks effect. En die zetten we dan hier zo erboven. Nou, dat lijkt wel een beetje op een pistoolschot. En die kunnen we natuurlijk nog iets duidelijker maken. Dus wij gaan weer naar Transform. We zorgen dat hij iets kleiner wordt, want zo groot is mijn vinger niet. En we moeten hem dus ook bij mijn vinger zien te krijgen. Dus ik schiet gewoon vanuit mijn knokkels. Ik kan hem ook nog een beetje roteren. Deze schiet naar beneden. Even kijken hoe dat gaat hoor. Ik moet hem iets meer naar rechts, zie ik. Oh, te laat. Het is echt een kwestie van het juiste punt zien te vinden. En dat is dit punt. Dat mijn vinger net terug gaat. En dan moet ik hem dus precies gelijk met mijn vinger zien te krijgen. Zo. Even kijken of dat wat is. Heel goed. En ik kan natuurlijk ook nog die sparks aanpassen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik doe maar een paar dingetjes. Of ik doe hem heel erg fel. Net wat je wilt. Nog spread. Je kan ook nog iets uitspreiden. En minder sterretjes. Ik wil eigenlijk liever dat het gewoon lijntjes zijn. En ook de kleur kunnen we aanpassen. Laten we die wat meer naar wit doen. Boom. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, dit ziet wel goed uit. En nou ben ik dus meerdere keer aan het schieten. Nou, ik hoef gelukkig niet de hele tijd nieuwe sparks erop doen. Ik kan ook dat effect kopiëren. En dat doe ik dus door het effect te selecteren. En dan druk ik op Ctrl-C of Command-C op de Mac. En dan ga ik naar het tweede punt dat ik wil hebben. Dus dit is het eerste punt wat we gehad hebben. En hier schiet ik nog een keer. En dan doe ik Ctrl-V. En dan wordt hij dus gekopieerd. Dan komt hij dus naar boven te staan. En dan kan ik weer naar Transform. En dan kan ik de positie weer aanpassen. Hoppa, iets naar boven. Nou, voor de rest ziet het wel goed uit. Prima. Dan gaan we naar het volgende punt. Dus nu hebben we dus de schoten aan de zijkant gehad. Boom, boom, boom. Nu gaan we de schoten aan de voorkant doen. Nou, we zien deze is nu naar de zijkant gericht. Dus we gaan naar Transform. We verplaatsen hem naar mijn vinger. Zij moet hier beginnen. En hij mag ook wel wat groter in dit geval, want hij staat nu wat dichterbij. Zo. En dan gaan we hem ook draaien. Dat doen we dus niet hiermee, maar hiermee. Want deze komt eigenlijk recht van voren. Dus op die manier laten we zien van, nou, hij komt recht van voren. En deze moet ook iets feller, denk ik. Zo. We draaien en naar voren. Boom. Dat ziet er heerlijk uit. Dus het is gewoon een kwestie van die schoten draaien. Hoppa. Je kan zelf bepalen welke kant hij op gaat. Zo. En nu voor de grote finale. Daar komt de explosie. Dat wordt natuurlijk de fire explosion. Boom, daar moet hij. Dus die fire explosion die gaan we nu hierboven zetten. Zo. Oh, en die begint nu bij mijn hand. Dat is natuurlijk niet goed. Die moet natuurlijk bij de klok beginnen, want we willen de klok vernietigen. Dus deze gaan we verplaatsen. Zo. Daar staat hij goed. En hij mag iets groter ook.
Zo. Dat hij de hele klok vernietigt. Boom. Nou, nu gaat hij natuurlijk een beetje langzaam, dus ik wil eigenlijk dat hij wat sneller gaat. Dus we kunnen nou ook effecten op effect gooien. En ik weet niet of jullie nog dat effect kennen uit Temporal, dat is Speed. Dat kunnen we op dat gedeelte van de Fire Explosion slepen. Zo. En dan kunnen we dus de snelheid vergroten. Dus laten we zeggen dat we hem 2,4 keer zo groot maken. Even kijken hoe dat nu gaat. Boom. En weg. En dan kunnen we natuurlijk ook nog een beetje spelen met die explosion. Want die is nu een beetje donker, maar dat kan natuurlijk nog wel wat mooier. Dirtiness gaat omlaag. Dan wordt het wat feller. Growth, dit mag natuurlijk nog groter. Lekker grote explosion. Ferocity. Hoppa. En seed, dat is hoe willekeurig die is. Zo. En dan mag deze wel iets kleiner weer. Zo. Even kijken hoe die nu is. Boom. Dus op die manier maken we echt toffe explosies, toffe effecten. En als je dat dan gedaan hebt en je wilt dat dus gaan gebruiken, dan ga je weer terug naar de editor. En die vind je hier, het tabblad editor. Nou, je ziet, dit is nu gewoon echt een composite shot geworden. Boom. En dit kun je dan weer gebruiken als een soort clip. En je zou er natuurlijk nog wat een explosie onder kunnen doen. Bijvoorbeeld zo. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan kun je natuurlijk weer exporteren. Hierboven met de optie export. We gaan naar H.264. Even kijken. Deze zetten we eventjes wat kleiner, want hij heeft een beetje moeite met mijn camera. En dan klikken we op export. Test. Hoppa. En dan wordt je video geëxporteerd. En op die manier kun je lekker aan de slag met special effects. Oké, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze serie over HitFilm Express. Natuurlijk is er nog veel meer te leren over dit programma. Maar daarvoor zou je kunnen kijken naar de tutorials op het YouTube kanaal van HitFilm. Ik heb de link naar een playlist daarvoor in de beschrijving gezet. Dus neem daar zeker even een kijkje. Die video's zijn wel in het Engels, maar je kunt wel heel goed zien wat er gebeurt. En op die manier kun je stap voor stap meer leren over HitFilm. Hopelijk hebben jullie iets gehad aan deze serie en hopelijk hebben jullie gezien dat HitFilm echt wel een volwaardig gratis alternatief is voor de populaire programma's als Sony Vegas of Adobe Premiere. Zoals altijd, als deze video geholpen heeft, geef dan even een duim omhoog. En als dit de eerste video is die je op mijn kanaal ziet, vergeet dan niet te abonneren, want ik maak elke week nieuwe YouTube tips die jullie verder helpen met jullie kanalen. Dit was Joppie van Tube Totaal. Veel succes met jouw kanaal.